ga je rijden in de vuil. Naar mijn rijbewijs. Ja, en ook deze vrienden zien we vandaag. En daar is de 592 Jelle de Jong uit Luxwoude. Jelle de Jong, Luxwoude, neemt meteen afstand van de rest van het veld. Ja, dan zien we daar weer Jelle in de wagen. En wat kan die doen? De 430 zien we daar van de... Harold van den Berg. Blauwe achter die rode. Ja, we gaan ook hier de grote oorlog maken. De derde positie is er in ieder geval 6-9 met Christian de Boer. En helemaal achteraan te zien rijden daar Freddy van Dijken uit Den Boer. Ja, daar is hij terug in maat van Camilio. Dat is Jules Trekberg in het begin en hij neemt meteen een voorsprong. En om de tweede positie nu een hele felle strijd aan. Felle strijd, zo zeg, om plekje nummer 2. Het is nu de lager van Christian de Boer op positie 2. Maar ik denk dat Harold van den Berg de plek niet zo makkelijk gaat afgeven. Ik zal de aanval doen. Ja, kom maar weer. Want we zien toch dat Christian Nieboer op de bumper zit daar van Jelle de Jong. Jelle de Jong had een voorsprong, maar die voorsprong is helemaal weg. Ik kan die de leiding nog behouden. De laatste bocht. De laatste bocht. De laatste bocht. Nou, Jelle de Jong die terug heeft uitkomt op Christian Nieboer. Het is Christian Nieboer in de laatste bocht. Jelle de Jong. Dan krijgen we de 536, de wagen van Mike Koning. Ja, toch een hele spannende strijd nog in die laatste meters daar.